is lente. Fantastisch, hè? Ik hoop dat je er ongelooflijk van aan het genieten bent van dit heerlijke zonnetje en dat op een zondag, zeg. We worden verwend. En dat brengt mij op een idee. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dat brengt mij op een idee om een webinar te geven daarover. Een webinar, ja, zo'n infosessie op internet, hè? Niet over de lente aan zich, maar over de lente schoonmaak. Nee, niet over de lente schoonmaak van je huis, want dat weet je wel hoe je dat moet doen. Maar over de lente schoonmaak van je lichaam, van je body. Want weet je, doorheen de winter hebben wij weer van alles opgeslagen in ons lichaam. Allemaal troep die er eigenlijk niet hoort te zijn, waardoor dat we nu misschien niet zo vitaal of niet zo fit of niet zo slank zijn als we zouden willen. Hallo, mijn naam is Tanja, Tanja Hebrecht en ik ben wellness- en lifestyle coach. En in deze korte video wil ik jou graag uitnodigen naar mijn gratis webinar dat ik zal geven aanstaande donderdag, de 16e maart om 8 uur 's avonds live hier op dit kanaal. Kun je je aanmelden? Ik zal straks een linkje zetten boven deze video. Maar waarom nu eigenlijk? Wat wil ik in dat webinar meegeven aan jou? Wel, ik wil jou eigenlijk iets leren over hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En vooral welke afvalstoffen, welke toxines slaan wij nu precies op? En wat is het precies? Of welke voedingsstoffen bijvoorbeeld zijn het precies die ervoor zorgen dat ons lichaam moet omgaan met te veel troep? En natuurlijk ga ik jou ook strategieën meegeven van hoe je dat dan wegkrijgt, hoe je dat dan kan aanpakken, hoe je dat kunt wegwerken. Dat zijn een aantal belangrijke dingen en dat is het eerste wat ik heb geleerd toen ik mijn opleidingen binnen de fytotherapie genoot. Dat is dat je, of je nu wil vitaler door het leven gaan, of je nu een fitter lichaam wil, of een slanker lichaam, of een strakker, of gewoon gezonder door het leven wil gaan. Wel, het eerste wat je moet doen is je lichaam ontdoen van alle troep dat er niet hoort te zijn. En het is een heel goed idee om bij de wissel van elk seizoen, dus nu ongeveer, om je lichaam eens een keer te resetten. Om een keer alles op nul te zetten. Zoals je met je computer ook moet doen als het is fout gelopen. Een keer alles op nul zetten. Een keer resetten en dan weer schone nieuwe programma's installeren. Want dan gaat dat eens zo makkelijk. Dan gaat die computer eens zo vlot en dan gaat dat eens zo snel. En dat is met ons lichaam net zo, want weet je, voeding is informatie voor ons lichaam. En dat zijn dingetjes waar ik heel graag over vertel en over mensen over dingen over bijleer. Dus dat zijn zowel de dingen die ik wil meegeven, is even kijken. Oh ja, nog een belangrijke, want dat is iets wat mensen niet weten. En dat ga ik ook in dat webinar behandelen. Dat is waar gaan die toxines en die afvalstoffen, waar gaat die troep naartoe in je lichaam? Waar gaat dat opgeslagen worden? Waar zit het containerpark van je lichaam? Dat ga ik jou ook vertellen, kortom. Je gaat een en ander leren over hoe jouw lichaam functioneert, hoe het zover komt dat het te maken heeft met te veel troep en hoe je het dan kunt wegwerken. Met andere woorden, ik ga jou leren wat het beste plan is om je zo snel mogelijk lentefit en vitaal te maken en eventueel die winterkilo's aan te pakken. Dus als je dit een leuk initiatief vindt, laat het dan even weten hieronder door een likeje te geven of een hartje. Dat vind ik altijd tof. Dan weet ik dat ik goede content geeft, dan weet ik dat ik waardevolle dingen deel. En deel dit even met mensen waarvan jij weet dat ze daar ook wel interesse in hebben of iets over willen bijleren. Sharing is caring, is het niet? En als je wil volgen, dan nodig ik je uit op mijn website www.hebjelichaamlief/webinar en daar kun je aanmelden om gratis te volgen. Heb je nog andere mensen? Nodig ze uit. Ze kunnen zich allemaal op dezelfde plek aanmelden. En ik zie jou heel graag op het webinar. En intussen, geniet van die prille lente. Hou van je lichaam. Verzorg het. Zorg goed voor elkaar. En tot de volgende. Bye.